Een 40-jarige vrouw uit Alphen aan den Rijn is dinsdag gearresteerd omdat ze geld zou hebben verstuurd naar mogelijke jihadstrijders. Ook twee broers van 35 en 36 jaar uit Utrecht zijn aangehouden. Het drietal wordt ervan verdacht jihadstrijders, die uit dezelfde familie komen als de broers, in Irak en Syrië financieel te ondersteunen. Door geld over te maken naar personen die zijn uitgereisd en die zich hebben aangesloten bij een terroristische organisatie, loop je bewust de aanmerkelijke kans dat dat geld ofwel in handen komt van die organisatie zelf, ofwel dat het door de mensen waar het geld naartoe wordt gestuurd, wordt aangewend om daar bijvoorbeeld eten of kleding van te kopen. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om enkele duizenden euro's. De vrouw, de ex van een van de jihadstrijders, is inmiddels weer vrij, maar blijft nog wel verdachte. De broers zitten nog vast.